Wel, het gemeentebestuur wil een verordening aannemen die eigenlijk grote locaties in ons centrum met een belangrijke sociale functie wil beschermen. We doen dat omdat we in onze gemeente nog een aantal belangrijke grote troeven hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan scholen, aan het zwembad, maar bijvoorbeeld ook aan een hotel met daaraan verbonden ook restaurant, café, seminarieruimte. En we willen eigenlijk die locaties beschermen zodanig dat wij niet geremd worden in onze verdere ambities om te groeien en te ontwikkelen als gemeente. Dat de gemeente Zelzate de verordening nu wil laten opmaken, komt niet als een verrassing. In 2019 waren er al plannen om dit te doen. Maar omdat justitieminister Venzel van Quickenborne een detentiehuis wil openen in het voormalig Hotel Den Hof, is alles in een stroomversnelling geraakt. In een detentiehuis krijgen gedetineerden begeleiding bij hun reïntegratie in de maatschappij. Maar de gemeente ziet de komst van zo'n detentiehuis niet zitten. Volgens burgemeester Meuleman heeft Zelzate al genoeg gedaan op maatschappelijk en sociaal vlak. Kijk naar het aantal windmolens op ons grondgebied. Kijk naar de verkeershinder die hier veroorzaakt wordt door het hogere wegennet. Kijk bijvoorbeeld naar onze verantwoordelijkheid die we nemen als het, wanneer het sociaal wonen betreft. Kijk naar het feit dat wij op ons grondgebied al een forensisch ziekenhuis hebben. Dan denk ik dat wij als kleine gemeente al meer dan onze duit in de zak gedaan hebben en dat men nu echt wel naar andere gemeenten mag kijken om ook verantwoordelijkheid op te nemen. Met de verordening wil Zelzate ervoor zorgen dat het detentiehuis niet in het voormalig hotel wordt ondergebracht en dat ook andere locaties met een sociale functie beschermd zijn in de toekomst. Als er geen bezwaren worden ingediend en de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, is de verordening een feit.